dit soort initiatieven bereik je ze ook echt. Hè? Dus ja, echt de wijk ingaan. De Oranje Vereniging en Inclusio hebben op de dag voor Koningsdag senioren uit Leidsewijk de Kooi verrast met een oranje gebakje. Wij proberen nu in deze moeilijke tijd alle doelgroepen soort van te bereiken door echt de wijk in te gaan. En aangezien wij echt in het huis van de buurt, daar kunnen we niet heel veel doen. Dus we proberen ze echt soort van te verwennen en blij te maken in deze moeilijke tijd. En nu delen jullie dus oranje tompoesen uit. Ja. Wat een leuk idee. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Nou, we werden benaderd door de Oranje Vereniging. En met het idee van, zouden jullie het leuk vinden om hieraan mee te doen? En ik dacht, waarom niet? Hartstikke leuk. En zo kunnen wij onszelf ook laten zien in de wijk. En gewoon, dat is ook een beetje ons doel. Ook bestuurslid Isabel de Jager van de Oranje Vereniging Leiden heeft meegeholpen aan dit initiatief. Het is eigenlijk de eerste keer. Het is natuurlijk een andere Koningsdag dan normaal. En we proberen eigenlijk voor iedere doelgroep iets te doen. En natuurlijk ook voor de ouderen die natuurlijk ook nu door corona wat meer eenzaamheid ervaren. Willen juist ook echt aan de deur langsbrengen. Dus het is de eerste keer. En hoe reageren de ouderen erop? Ja, heel leuk. Ze zijn erg verrast. Ze vinden het natuurlijk erg leuk om een lekker gebakje te krijgen. En om even een gesprekje te maken. Dus dat is erg mooi om te zien. En de Oranje Vereniging, gaat die nog meer organiseren rondom Koningsdag? Ja, we hebben een heel live, online Koningsdagprogramma. We hebben een aantal wedstrijden, een talentenjacht, een kleurwedstrijd, een fotowedstrijd. Dus dat wordt allemaal uitgezonden. En we hebben ook een Koningsdagloterij. Dus ze hebben toch een divers programma.